Een absolute spontane happeningsfeer bij de Aalsterse supporters, vooraf aangevuurd door de spionkopleider van FC Liverpool. En die heeft goals beloofd. Dit is de eerste corner voor Aalst. Christophe Lauwers met de kopbal schampen op de rechterpaal, net buiten uw beeld. Na 4 minuten is dat. Seconden later al wordt Koen de Vleeschouwer afgezonderd op de rechterflank. Een lage voorzet en daar is Sammy van den Bossen met de 1-0 voor Eendracht. Het ideale scenario dus, een vroege voorsprong voor de thuisploeg. Nog eens de goal van den Bossen, zijn derde van het seizoen. Opnieuw Aalst met een nieuwe corner. De bal wordt weggewerkt. Een losse flodder van Gunter Hofmans en dan Chris Temmerman. Ineens een droge knal buiten het bereik van Van de Wallen. 2-0 voor Aalst dat eigenlijk niet eens met zoveel overtuiging voetbalt, maar wel heel efficiënt. Chris Temmerman, we zitten dan halfweg de eerste helft. Germinal probeert wel mee te spelen, maar het mist bezieling. Kinet, de enige die wat kan forceren. De redding van Bond is spectaculair. Het vertrouwen bij de thuisploeg groeit en de mooiste actie van de eerste helft komt eraan. Chris Temmerman naar Koen de Vleeschouwer. Gemeten voorzet richting tweede paal en daar staat Peter Lessen die de bal rustig binnenschuift. Een hele mooie actie van Eendracht. Eén vloeiende beweging afgerond door Peter Lessen. 3-0 voor Aalst in 30 minuten. Germinal hangt in de touwen, maar er komt nog een dol derde kwartier met Kine. Iedereen langs de voorzet. Schaasters die oppikt, kijken en wachten op steun. Die komt er van Dedenen. Danny Doorn staat prima te keepen. De frustratie bij Germinal groeit. Een vliegende tackle van Kine op Peter Lessen. En een van de drijvigste ekerenaars van de groep naar de kleedkamer. En nog is de eerste helft niet voorbij. Een lange bal van Van der Hagen voor Van Riel. Een verrassende uithaal van de Wallen met heel veel moeite. Van de Wallen die meteen daarop nog een superredding uit zijn handschoen schudt op een kopbal van Christophe Lauwers. 3-0 na een wervelende eerste helft in Aalst. En het blijft zomaar doorgaan, ook na de rust een actie van de Bossen. Die blijft in balbezit, een slim paasje dan naar Peter Lessen en die maakt zijn tweede goal van de avond. Germinal dat Deschamps heeft ingewisseld voor Radzinski op weg naar een vernedering. Voor Lessen is het zijn 4e seizoensgoal. Schade beperken wordt de boodschap voor Ekeren dat het wel blijft proberen. Een hobbelbal geschept door Mike Verstraeten. Prachtige tracks van Danny Dont. Aalst controleert de partij en krijgt nu alle ruimte voor de counter. Lauwers via Van Riel naar Van den Bossen. Van de Wallen voorbij, maar opgeruimd door Rudy Janssens. En dan een super solo van aanvoerder Van der Hagen. Bal opgepikt aan de kleine baklijn. En dan wachten, nog eens wachten en nog eens wachten. En dan uiteindelijk kansen verkeken. Maar er is geen houden meer aan voor die van Aalst. Daalmans een dubbelpaas met Ebiede alleen voor Van der Wallen en hoog in het dak van het doel. Dirk Daalmans ingevallen voor Van den Bossen met een 5-0 voor Eendracht Aalst. De laatste kans is nog voor Germinal met Dedenen, superreflex van Danny Dons. Het blijft 5-0, de ruimste zegen voor Aalst dit seizoen, de derde op eigen veld. En manager Orlans heeft de animatie voor de volgende thuismatch al besteld.